Jongens, ik heb begrepen dat er iets is wat heel erg populair is op Netflix. Ik heb het nog nooit gezien. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik weet alleen dat het iets met octopussen hebt. Dus ik heb me juist eruit vandaag getrokken, jongens. De octopusbenen, de octopushoofd. En ik heb even een expert uitgenodigd, want ik heb geen idee hoe de fuck dit werkt. Oh. Het is Ronald. Yo, ik ben disabled. En disabled mensen worden gepest hier. Waarom? Ik weet het, het is een placebo ding. Dus mensen denken dat ik slecht ben, maar ik win. Kijk naar de rechtsboven en kijk naar de winst. Ik sta bovenaan, baby. Je hebt 3 overwinningen. Look at you. Maar zie ik er knap uit? Ja, ik snap alleen niet helemaal waar ik een hamster ben, want het is toch de Squid Game. Dus je moet er toch uitzien als een squid, Ronald. Dat is toch het spel? Dit is mijn echte hoofd. Ronald, kijk, ik ben in ieder geval dressed for the occasion. Kijk hoe ik eruit zie. Dit is toch... Wat heb jij naast je? Waarom heb je een piraat? Hij heeft een octopus op zijn hoofd, Ronald. Oh my god. Hey, jij bent volledig ready. Ja. We zijn beide nummer 1. Absoluut. Ik ben gewoon ready. Ready to rumble. Ik heb nog nooit Squid Game gezien. Dus het enige wat ik weet is dat het over octopussen gaat, Ronald. Heb je nooit Squid Game gezien? Ronald, dat gaat over octopussen, toch? Dit is het vervolg van Pirates. Oké, het is heel luid. Ik wil de muziek even... Hoe is de muziek? Die moet je even aanhouden. Dat is alleen hier. Het is zo luid, Ronald. Ja, maar we beginnen over 5 seconden. Snel hier naartoe. Go. Snel door het portaal heen. Ik ga erdoor. Ah, oké. Dat gaan we doen. Het is toch een heel erg vriendenlievend spelletje. Is het een PewDiePie-logo op de muur? Ja, PewDiePie heeft dit gespeeld. Oh, wat sick. Wow! Voordat we verder gaan met deze video wil ik eventjes zeggen dat Audio-Technica deze video heeft gesponsord. Dankjewel, Audio-Technica. Zoals je misschien al opvalt, gebruik ik deze hele mooie microfoon. Wow! Dit is de gloednieuwe Audio-Technica AT2040. Dit is een nieuwe dynamische podcastmicrofoon. En waarom ik deze nu aan jullie laat zien is normaal gesproken gebruik ik deze bad boy, de BP40. En daar ben ik heel erg blij mee. Is ook van Audio-Technica. Maar eigenlijk, als je deze nu zo hoort, de audio-kwaliteit is vrijwel hetzelfde. Maar deze microfoon is echt een stuk goedkoper. En heeft een paar hele mooie features. Namelijk een ingebouwde shockmouth, een ingebouwde popfilter. Hij is dynamisch, zoals ik al zei. Hij is hypercardioid polar. Dat betekent dat je er zo lekker in moet praten voor een lekker geluid. En ik raad deze microfoon ook zeker te weten aan voor beginnende content creators of mensen die hun audioniveau eventjes naar het volgende niveau willen tillen, maar niet al te veel geld willen uitgeven. Check dan eventjes het link in de beschrijving voor deze prachtige microfoon, de Audio-Technica AT2040. En ik ga er ook eentje weggeven samen met een USB-interface, zodat jij hem op elke computer die jij hebt kan aansluiten via USB. Is wel zo makkelijk. En hoe we dat gaan doen is, ik ga de komende video's, de komende 7 video's, ga ik deze microfoon gebruiken. Dus als jij mij deze microfoon ziet gebruiken in een video, dan moet je goed opletten, want dan ga ik ergens in de video een letter verstoppen. En al die letters op volgorde van dat ze online komen aan elkaar spellen een woord. En ik zal bij de laatste video, dus de video waarin de laatste letter zit, zal ik aan het einde zeggen van nou, dit was de laatste video jongens, laat het woord achter in de reacties en dan zoek ik in de comments van die video een winnaar uit. Dus ik zou zeggen, let in deze video goed op voor de eerste letter. En dan morgen, overmorgen en de rest van de week al de video's goed opletten voor alle letters. En in de laatste video spel je het woord. En dan win je misschien wel deze prachtige mooie Audio-Technica AT2040 met een USB-interface. Super sick. Succes. Dankjewel Audio-Technica voor het sponsoren. En veel plezier met de rest van de video. Oké. Hey, Joost, kom hier. Wacht even. Waarom moet je met de pijltjestoetsen spelen? Wat is dit voor weird? Nee, W. Je kunt gewoon met de W... Ja, maar om je heen te kijken, toch? Met muis? Dat werkt niet. Oh my god, Joost. Waarom werkt het niet? Wat is er mis met dit spel? Hou je linker muisknop in. Nee, je rechter. Oh, ja, rechter muisknop is je ingedrukt. Oké, Joost! Oké, we gaan beginnen. Oké, ga naar de overkant. Je zal veilig zijn, stond er. Oh. En nu kunnen we lopen. Wat is dit geluid? Ik snap het niet. Stilstaan! Ah! Anders word je doodgeknald. What the fuck? Er wordt iemand doodgeschoten. Ronald! Anders word je doodgemaakt. Waarom? Is dit Annemarie Koeken? Ah! Ik zie mensen doodgaan. Stilstaan! Ronald, dit is toch niet kindvriendelijk? Want ik denk dat het Maria Koekoek! Waar zijn de octopussen? Ik heb eentje... ik heb eentje links van me. Oh mijn god. Er zijn al heel veel mensen dood. Ja, ik merk het. Je kunt trouwens duwen, hè? Ja, ik zie het, ja, met 1. Ah! Duw de gehandicapten! Hey, kijk uit. Niet mijn duo. Hey, zie je? Jij bent net zoals de rest. Oh nee, ik sta laatste. Ik ga gepest worden. Ronald, waarom zit er een heel groot meisje die haar hoofd telkens omdraait? Ik snap het niet. Dat is blijkbaar iets... Is het iets Koreaans, ja? Ja, oké, kom op. Over het lijntje, Joost. Jij hebt het bijna overleefd. Ik heb het gehaald. Nee, niet naar mij toe lopen, duo. Jij kan naar mij toe lopen nu namelijk. Nee, Joost! Foei! Joost! Oh, ja, ik heb Kijk, kom, laten we ze pesten. Kom. Ja, maar, oh. Wat doe je? Je bent, help me. Je bent help. Over de lijn. Okay. Je bent over we gaan ze pesten. Wat Kijk, doe je? Wat doe je? Ik word niet doodgenomen omdat ik het toch al heb gehaald. Dus ik ga me duwen zodat hun doodgaan. Kom! Oh. Ben je dood? Nee, met een bij is iemand dood gegaan. Doe ze. Hey! Wow! Oh. Waar is hij? Hij is verdwenen. Nee, hij is hier. Ik heb hem geduwd. Kijk, je mag een beetje... Duw hem. We maken zo geen vrienden, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Oké, maar luister. Ik heb me aangekleed als octopus, Ronald. Ik heb nog geen enkele octopus gezien. Wat is dit voor spel? Het is ook wel gaan kinderspelletjes spelen. En als je het verprust, ga je dood. Netflix, great job. Hey, ik ben disabled. Ik kan niet lopen. Ik heb alleen mijn armpjes, oké? Kijk mij in de boomklimmer, Ronald. Look at me. Oh. Ja, op. Het ziet er uit. Oh, jemig. Het is best wel angstaanjagend. Of zijn gestorven. Ja, nee, dat merk ik. Jesus Christ. Jee, wat gaan we doen? Suiker, honingraad. Wat? Ik hoop niet dat je de paraplu krijgt, Joost. Snijd het koekje door. Je moet goed snijden. Ja. Anders ga je dood. Ronald, luister. Wat is een octopus? Dit heeft toch niks te maken met octopus? Oh, ik heb een driehoek. Oké, Oh. Er ging volgens mij al iemand dood. Ja, maar die zijn noob. Die spelen waarschijnlijk met hun mond of zo. Ik heb het gehaald, dus wat ik nu ga doen... Ik ga... want jij bent rustig aan het spelen. Ik ga op jou staan. Ik heb het gehaald. Oh, ik wilde op je staan dat je het niet ziet. Ja, ik wil het inderdaad niet meer zien. Kijk. Hier, look at my octopus booty. Yeah! Yeah! Kom, we gaan van de glijbaan. Oh, dat kan. Wacht, Ronald, laat me je duwen van de glijbaan. Kom even. Nee. Oh! Kijken naar de koekjes. Hé, maar we hebben het gewoon overleefd. Joost, ja. We moeten even overnachten. Oh, oké. Dus octopus. Ja. Wat does de squid say? Kom even. Nou, ik weet niet wat de squid says. Ja. Oké, we gaan hier boven staan. Wij moeten een alliantie starten. Oké. Wij gaan straks toekijken hoe allemaal minderjarige kinderen, kleuters, elkaar gaan... Ja, praat vooral door. Elkaar gaan neerschenken. Oh, wel rusten en droomzacht. Oh, wat cute. Oké, maar we krijgen straks een knuppel. Oh, waarom? Wat is het mis met deze octopussen game? Ik wilde gewoon zwemmen in de oceaan. Samen met mijn mede-octopusvrienden. En nu is het gewoon ineens een oorlog, slagsveld. Ah, Ronald! Oh, Joost. Ik heb een knuppel. Wil je mij niet doodslaan, alsjeblieft? Nee, wij moeten team. Kom bij mij staan dan! Er komt iemand naar je toe. Kom dan bij mij staan! Ik ben bij je. Want nu zijn ze bang, want dan zitten ze... Oh, zijn twee mensen. Oh, je duwde me. Nee, het ging echt per ongeluk. Het ging oprecht per ongeluk. Soms niet cheffen. Hatsje! Oh, nee! Fuck je! Nee, Ronald, nee! Kom omhoog! Oh! Kom omhoog, Ronald. Ik heb een knuppel. Hey, Joost. Hey, Ronald. Wat is dat in je ondergoed? Is dat inkt? Ja, nou. Ik werd een beetje bang en dan laat ik soms al zo'n vlekje achter. Het is gewoon een angstinkje. Angstinkje, ja, precies. Ronald, heb je wel eens naar de grootte van mijn knuppel gekeken? Hier, look at this. Oh, die is wel groot. Ja, dat is mooi, hè? Heb je naar de grootte gekeken van mijn wiel? Look at my wood. Wat? Mijn wiel? Ja, jij moet me straks duwen. Duw me straks eventjes naar de overwinning, oké? Oké, ja, ik weet niet hoe dat werkt, maar... Ronald, rustig. Oh, kijk dan, ze zitten aan het knokken. Ja, ik zie het, ja. Hey, ga even kijken. Nou, je gaat toch geen iemand duwen in een rolstoel? Dat is net zoals iemand slaan in het gezicht met een bril. Jij draagt 100% nu een bril. Draag je nu een bril, Joost? Ja, ik draag nu een bril. Oké, dat sla je bij mijn gezicht. Draag een bril, Ronald. Bro, jij duwt iemand van een stapelbed die in een rolstoel zit. Ja, ik word al een beetje gek van die toeter. Ik kan niet aankijken, het is donker. Kijk me even aan. Zie ik eruit? Je bent een hamstergast. Ik ben bloedserieus, hè? We hebben het overleefd, Ronald. We hebben niks gedaan hierbovenop, behalve elkaar duwen. Ik heb jou... Joost? Ja? Zou je mij niet willen duwen? Ik hoop dat iedereen een goede nacht heeft gehad. Yeah! Hey, wel trusten, gast. Wat is dit? Zit je... Oh, zitten we bij elkaar een team? Ik weet niet. Joost. Moet het touw trekken? We zitten niet bij elkaar een team, dus... Ik ga me opofferen, klik erop zo snel als je kan. Ik ga me opofferen. Ik ga niet klikken, maar ik respawn me straks. Oké. Door te betalen, oké? Oké, dat is goed. Oh, ik word gedeeld door mijn eigen team. Klik de poll. Hé, waarom zijn wij... Waarom? Bro, ik klik niet eens. Guy! Ik klik de poll, Ronald. Ik ben heel hard aan het klikken. Ik doe gewoon oprecht niks. Ik wil gewoon dat jij een win haalt, oké? Ik ben heel hard aan het klikken. Klik harder! Nee, je gaat dood! Hoeveel Robux heb je hierna nog? Veel. Het kost 30 Robux om terug te betalen, Joost! Ik ben dood! Oké, druk op respawn. Koop jezelf om. Het is wit. Herleven. Ja, dat kost 30 Robux. Ja, ik ga het doen. Ik ben terug, Ronald. Het zal het volgende spel respawnen. Jee. Oké, Joost. Wat ik hier altijd doe, ik kijk altijd toe hoe mensen doodgaan. Want Eén is echt glas. Nee, hard glas. Eentje is glas waar niet eens iemand op kan staan. En dan pleur je naar beneden. Kijk maar. Oh. Dat is weer iemand dood. Je bent echt dood als je daarheen gaat. Maar je kan helemaal niet hardcore parcours in dit spel, Ronald. Oh, weer iemand dood. Kijk, laten we samen gaan. Laten we al gaan. Kijk. Ik ga even bij hem staan. Kan ik hem duwen? Kan ik hem duwen? Ik ga hem duwen, kijk. Ronald, dat is niet eerlijk. Doe dat niet. Oh, hij is pro-Kokuri. Oké, we hebben 40 seconden om naar de overkant te komen. Oh, okay. Thanks, bro. Thanks, bro. Look at you. Maar hij is heel goed. Hij heeft het vaker gedaan. Hij is sowieso goed. Hij gaat sowieso de Squid Game winnen. Ah, de toeter. Ik schrok van de toeter. Hij gaat sowieso de Squid Game winnen. Laat het eerlijk zijn. Oh nee, oh nee. Oh, hij is dood. Yo, het is ons. Wat doen we nu? Nee, wat doen we? We hebben 18 seconden. Oké. Oh, wat gebeurt er? Nee! Thanks, Ronald. Ja, jij gaat naar de overwinning. Yeah, baby, let's go! Oh, respawn ik mezelf? Oh. Ik moet een win op mijn naam hebben, oké? Ja, dat snap ik. Je hebt er nog maar 0, 3, 0. Hoe ga je jezelf beschermen als je gaat slapen? Oh, het is weer slaaptijd. Hey, yo, daar ben je. Hey, bro. Hey, kom, we gaan even in bed. Wat we kunnen doen, we zijn met z'n tweeën. Laten we er gewoon neerhalen. Wij zijn alliantie, bro. Kom hier. Kom hier, Katie. Zul jij het weg? Katie, kom hier. Volgende hamster, je gaat dood. Volgende hamster en de octopus. Ja, ze loopt hier, gast. Oh, ik heb de knuppel. Oh, het is heel donker. Ja, ik pak mijn knuppeltje ook. Het is heel donker, Ronald. Ze is al bang, hè? Ja, ze rent flink. Waar is ze? Ja, ze zit bij mij, Ronald. Oh ja, kom. Oké, omsingelen. Oh, nee, je gaat niet naar boven, chick. You will die, bitch. You will die. Niet van mij, bedoel ik. Oh! Hoeker! Ronald, hoeker! Ja, ik heb hem gemist! Hoek niet mij, please. Kom hier! Ja, ik heb hem geraakt. Ik heb er één geraakt. Ik probeer te raken, maar het lukt niet. Pak die Katie! Dit is niet de Squid Game die ik me herinner, maar maakt niet uit. Hoe sla je ooit? Je moet toch gewoon klikken als je bij. Dit was onze pauzes tijdens school. Gewoon even schenken. Wat? Je moet gewoon slaan als je bijna in de buurt bent, toch? Ja. Je moet wel de hele tijd herlaten. Oh! Ik heb nog geen één keer kunnen slaan. Ik snap het niet. Druk gewoon de hele tijd op 2 als je hebt geslagen. Ja, ik heb nog 2. Dan pak je je knuppel. Oh my god. Joost! Ja, dit is waarom ik met jou speel. Dit is waarom ik met jou speel, Ronald. Ik denk dat je wel straks een win haalt. Ik ga je straks de beste tactiek geven, oké? Ja, gewoon Katie doodmaken. Ja, zij moet sowieso geshankt worden. Yay! Goedemorgen. Oh, oké, wat is dit? Oké, wat we nu gaan doen is knikkeren. Oh, wat leuk. En ik moet tegen Katie. Kut. Ja, oké, ik speel in mijn eentje. Maar wat de bedoeling is, jij moet raden of de tegenpartij een oneven of een even getal hebt. Oké. En als je verkeerd raadt, dan verlies je 2 marbles. Als je het goed hebt, dan krijg je eentje. Ik ga altijd voor even. Is dat de winnende tactiek, Ronald? Oké, ben je er klaar voor? Nee, ik heb even. Ik heb een oneven aantal knikkers in mijn hand. Ja, maar als zij dan oneven kiest, ik speel tegen niemand. Ja, maar hoe vind jij dan? Vol bij een robot. Oh nee! Nee! Ik heb verloren! Nee! Ik heb marbles verloren! Ik ga weer voor even. Dat is gewoon mijn tactiek. Ik ga ook weer voor even. Heb jij net gewonnen? Nee, ik heb verloren. Ik heb nog maar 3 knikkers. Oh, anders kopen we ons gewoon over, oké? Dat is een ding, toch? Yay! Wat? Marble count 11. Ik had even. Oh, ik had even. Fuck. Ik heb nog 1 knikker, Ronald. Ik heb ook 1 knikker. Joost, we waren zo ver. Als we hier afgaan, is het niet leuk, oké? Ik wil niet... Ik heb geen even. Ja, ik heb gewonnen! Oh, ze is dood! Ze is dood! Ik heb 2 knikkers. Ik ook. Dit kan ook het einde voor ons zijn. Ik ga voor even. Ronald. Ik ga met jouw tactiek mee. Zij is dood. Zij is compleet neer. Kom op! Ja! Ja! Ja, we hebben gewonnen, bro! Oké, we moeten nog 1 nacht overleven, trouwens. Maar we zijn met z'n tweeën, toch? Zij is dood, Ronald. Ze is letterlijk dood. Hey Joost, wat we kunnen doen. We kunnen de pot verdelen. Ja. Waar is dat grote gele varken? Kijk Joost, wees slim. Je wist net niet hoe je moest slaan met een knuppel. Nee, dat weet ik nog steeds niet. Denk je dat je het nu kan? Ronald, ik weet hoe ik kan duwen, dat is genoeg. Ik kan jou ook duwen. Ja, laten we gewoon vriendschappelijk duwen, Ronald. Oké, wil je vriendschappelijk duwen? Hey! Zou lekker duwen. Ik duw jou, want je zit in een rolstoel, gast. Ik moet je toch vooruit duwen? Ja, duw hem even. Oké, ik duw even. Hoppa. Ah! Je hebt een knuppel, Ronald. Ik hoorde een schroef. Helemaal niet! Een hamster in een rolstoel met een knuppel! Ronald! Kom hier! Nee! Ik heb je geraakt! Kut! Waarom heb je mij geraakt? Ik weet het ook niet. Kom hier. Nee! Je kunt nog verdelen, Joost. Je kunt nog verdelen. Kom hier, bitch! Ik wil gewoon dat we eerlijk ten onder gaan. Ik bedoel, we gaan... Waarom zeg je ik wil eerlijk en toch blijf je mappen? Oké, ik stop met mappen. Oké, laten we voor elkaar staan dan. En we kijken elkaar aan terwijl we de winst krijgen. Jij moet naar beneden kijken trouwens. Ja, ik moet wel flink naar beneden kijken. Nee! Fuck jou! Get out of here! Kom hier, Joost! Oké, nu stond... Ik heb je geraakt, Oké, nu stond de kut. Oké, laten we... We hebben gewonnen. Ja, ik hoop dat iedereen een goede nacht eens heeft gehaald, Ronald. Look at ik heb een eentje bij mijn overwinningen. Nee, maar ik wil het geld, dus je gaat dood. Kom hier, Nee! Yay! Look at us! Oh, wat? Yay, we did it! We hebben 190 Robux gekregen. Ja. Wat sick. Oh, er zit iemand in onze lobby die heeft 13 overwinningen. Bedankt voor het kijken. Ik weet nu eindelijk wat het is om het octopusspel te spelen. Ja, het heeft niks met octopussen te maken. Echt niks. Geen mail van views.